Ik sta vanavond aan de rode loper van het De La Mar Theater. Niet voor een toneelstuk of een musical, maar voor de première van Dorst. Een nieuwe Nederlandse speelfilm van Saskia Diesing, gebaseerd op het gelijknamige boek van Esther Gerritsen. De film gaat over een verstoorde moeder-dochterrelatie tussen Simone Kleinsma en Elise van het Laar. Een zwart-komisch familiedrama vol goede bedoelingen en idiote verwachtingen. Mijn dochter, Coco. Ik weet nooit wat ik tegen haar moet zeggen. Hey mam, met mij. Ja? Als ik nou eens een tijdje bij je kom wonen, dan kan ik je een beetje helpen. Maar dat is helemaal niet nodig. Nou, hier achter mij zijn ze al druk bezig met opbouwen, dus ik zou zeggen, let's go. Ja, gezellig. Het hele pakket. Ja. Ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan vindt en van gaat zeggen. En ja, ik heb er zin in. Ik ook. Ik ben wel een sucker voor emotie. In beeld, op toneel, waar maar niet uit waar, op muziek. En Simone, dat doet altijd iets met mij. Maar ik heb watergolf. Ben je bang? Bang? Om dood te gaan. Soms best heftige dingen doen. En ja, dan moet je een regisseur hebben die je volkomen vertrouwt. Anders gaat het niet. En waar je het voor doet, zeg maar, op dat moment. En mee durft, aandurft. En zij heeft het fantastisch gedaan. Ja. We zijn moeders en dochters die elkaar omhelzen. Wil je dat? We hebben gelukkig heel veel gerepeteerd. Dus we konden elkaar leren kennen. We hebben aan elkaar kunnen wennen qua speelstijl. En ja. Dat was heel fijn. Ja, ja voor mij ook. Ja. Nee, voor mij was het niet. Nee, voor mij was het niet. Nee. Leukst om bij het maken van deze film? Wat ik het leukste, oh god, zoveel dingen. Ja, er zijn allemaal scènes waarvan ik denk, ja, ik vond toch wel ook de scène bij de Chinees. Dat vond ik heel erg leuk. Het was wel echt gek dat we 's ochtends vroeg om 8 uur al aan de rijsttafel zaten. Nee, ho, waarom kunnen jullie geen rijsttafel maken voor 3 personen? Sorry, het is per 2 of per 4. Ja, maar denk nou eens na. Je snapt toch wel dat dat onzin is? Gewoon een heel ontroerend verhaal van een moeder en een dochter die ja, heel erg naar elkaar toe willen komen, maar op zoveel niveaus elkaar ook niet begrijpen. Misschien was het toch niet zo'n goed idee. Coco? Jo, wat is er? Misschien werkt het niet. Je wil dat ik ga? Ik wil dat jij gelukkig bent. Ik wil hier zijn. Ja, op een gegeven moment toch wel weer wel. Zij wordt ziek en ze moeten wel bij elkaar komen. Het is echt prachtig. Het gaat over hunkering en over verlangen. En er komt ook wel wat drank in voor. Ja. Wat staat daar? Mijn naam. Ik kon het niet lezen van een 4. Dat was de première van Dorst. Ik vond het echt een hele mooie film. Het ziet er echt super mooi uit. Mooie beelden, goed spel en echt hele goede dialogen. Vanaf 15 maart is hij in de bioscoop, dus ga er vooral heen.